Vlijmscherp. Daar rijden we dan. Daar rijden we dan, ja. De Nierstichting Elfstedentocht. Het Breda Oval. Precies. Het gaat best lekker, hè? Ja, prima. En we hebben ook nog een hoop sponsorgeld bij elkaar geraapt als team. Een leuk bedragje bij elkaar. Toch meer dan 1100 euro. Volgens mij stond die op 1151 of zoiets. Ja. Ons doel was 1250. Ook, dus... Er komt nog geld binnen, want de mensen hebben mij nog toegezegd. Je hebt echt marketing ingestuurd. Geweldig. Nou, volgens mij gaan we het doel helemaal halen. En we hebben ook al een groepsfoto gemaakt. En we worden wat toegejuicht. En met Annemarie op de foto. Met Annemarie op de foto. En we krijgen een kliniek van Annemarie. Ja. Ja. Dat kan niet op. Dat kan niet op, inderdaad. Dus ja, oh ja, ik moet even stoppen. Okay. Sorry, bye. Dat is Alicia. Hey, Alicia. Dat is Alicia. Hoi, ik ben Joanneke. Die had een mooi stukje op schaatsmeer.nl. Ja? Vertel eens, waarom doe jij mee met de Nierstichting Elfstedentocht? Ik vind het leuk om te schaatsen. Ja? En gaat het een beetje goed? Je hebt volgens mij wel hele snelle schaatsen, hè? Ja. Hele mooie, stoere noren. Heb je ook al schaatsles gehad? Echt waar. Wat leuk. En hoe gaat het met je stempelkaart? Goed, dit is al de tweede. Oh, dit is je tweede? Goed zo. Dan heb je al 22 rondjes gereden. 7. Met een vriendinnetje. Zo, hoi. Hoe gaat het met jouw stempelkaart? Ook al zo goed. Jeetje, geweldig. En heb je ook nog een andere reden om mee te doen met de Elfstedentocht? Ja, ik vind het leuk om mee te doen voor Utrecht. Altijd. Ja, nou dat siert je. Het is hartstikke mooi om daarover na te denken. En vind je het een beetje gezellig? Ja. Ja? Nou, dan wens ik je heel veel plezier. En op naar de volgende twee rondjes. En ga je dan nog aan de derde kaart beginnen, of niet? Ja. Zo, jij bent echt stoer. En jij ook? Ja. Nou, veel plezier. Tot de volgende keer. Dag. Nou, eens even kijken hoe ze gaan. Nou, dat gaat helemaal niet slecht.